Oei. Lieve mensen, van harte welkom bij deze slotavond van het Zingen in de Zomer 2023. Wat ben ik blij dat u er allemaal weer bent en dat ik u allemaal weer zie. En allemaal van deze kant weer blije gezichten. Het wordt vast een fantastische avond. Welkom ook in het kerkje aan de zee. Als we even naar die camera kijken en even omdraaien, want er zit ook vol, even zwaaien. Dat we daar ook meedoen. En ook in de consistorie. Soms zou je willen dat je kan toveren, dat je even wat banken erbij kan toveren, maar dat gaat helaas niet. Welkom ook aan ons christelijke Grenemuiden Marco Stereo, onder leiding van onze bekende en bevlogen dirigent Harm Hoeven. Ik kreeg een paar maanden geleden een appje van Danny Schuring. Jan, het gaat deze zomer over getallen. Het is nu 7 jaar geleden dat we bij Zingen in de Zomer gezongen hebben. 7, het getal van de volheid. Dus met andere woorden, puntje, puntje, puntje. Nou mannen, jullie zien het. Jullie zijn er. Welkom. We verwachten er veel van. En Urkes kunnen zingen, maar ik hoorde net Grenemuiders, dat gaat ook wel. Op het orgel ons eigen Jaap Kramer, dus ik hoop dat u vanavond allemaal nog een paar stembanden over hebt. Maar ik zou zeggen, Jaap, laat die kerk zingen, hè. Op de vleugel, Hendrik van Veen. Hendrik, fijn dat je er ook weer bent bij vanavond en dat we weer van je spel mogen genieten. En we hebben ze al gehoord, het was altijd een wens van ons om een keer Arjen en Edith Post in ons midden te hebben. En ook die wens is vanavond in vervulling gegaan. De boodschap wordt vanavond verzorgd door Bert Notenboom. Ook dat was een wens om hem een keer op deze preekstoel te krijgen. Wie Bert niet kent, Bert is tegenwoordig, hij kwam uit Almere, hij is tegenwoordig voorganger in Groningen. Hij is ook de dirigent van het prachtige jongerenkoor Jildoyaju. En als je daar Bert niet van herkent, hij is ook nog dirigent van de 1600 mannen zingen in Katwijk. Zelf ben ik er nog nooit geweest, maar het schijnt altijd schitterend te zijn. Maar Bert, hier is ook een geheim. Weet je wat het geheim van hier is? We hebben hier 600 mannen vanavond. Maar we hebben ook 600 vrouwen. Dus ik wil toch één ding aan je vragen, dat je dat even moet beoordelen en straks even moet zeggen hoe dat klinkt. En ik zou zeggen, vrouwen, zet hem op, hè. Een heel bijzonder thema vanavond, de scharen die niemand tellen kan. En ik ben al net een beetje voorzichtig gaan tellen, maar ik ben al 3 keer de tel kwijtgeraakt. 144.000 staat voor het getal voor vanavond, dat staat centraal. Maar natuurlijk zijn er veel meer dan die 144.000, maar dat laat ik straks aan Bert over, die gaat er meer over vertellen. Het is ook een goede gewoonte dat we eerst onze handen vouwen, onze ogen sluiten en vragen of de Heer in ons midden is. Zullen we daarom met elkaar en voor elkaar gaan bidden. Vader in de hemel, op deze laatste woensdagavond van het Zingen in de Zomer van dit seizoen, misschien zo aan het eind van onze vakantie, zijn we hier bij elkaar gekomen in deze mooie Bethelkerk van Urk om te gaan zingen. Bethel, het huis van God. En daarover gaan we vanavond zingen. Over de scharen die niemand tellen kan. Over het grote koor wat zingt bij u aan de Glazen Zee. Thuiskomen in die dichtstad. Wat een vooruitzicht. Heere God, we zijn samengekomen om te zingen en u groot te maken. We zijn samengekomen om u te loven met onze liederen. U te loven met het orgel en met de vleugel. En met onze vox humana, onze menselijke stem. En dat gaan we vanavond doen, uit volle borst. En met volle overtuiging. Met eerbied en met ontzag. We willen aan u vragen of u zelf ook deze avond maar in ons midden bent. Dat u onze zang wil zegenen. Dat u onszelf wil inspireren met uw Heilige Geest. Laat die vanavond maar door de kerk zal waaien en de rijen doorgaan. En dan stuk voor stuk aanraken. En enthousiast maken voor u. Heer, u kent ons persoonlijk. U weet in welke hoedanigheid we hier gekomen zijn. Misschien speelt er wel van alles op dit moment in je leven. Heb je een hart vol zorgen, moeite of verdriet? Of leef je met gemis? Wat is er de laatste weken veel gebeurd op ons dorp?
drie jonge vaders bij u thuis gehaald. Wat een verdriet. Zo zat je misschien te twijfelen, maar ben je toch maar naar de kerk gekomen om een stukje bemoediging en een stukje troost. Vader in de hemel, u alleen kan dat geven. Wilt u maar zijn bij de mensen die u zo nodig hebben op dit moment. Wilt u maar bij een ieder zijn vanavond. Dat kan zijn in vreugde of in blijdschap. Want die mensen zijn ook in ons midden. Maar dat kan ook zijn in moeite, in zorgen of verdriet. Maar dat we weten mogen dat wat er op dit moment ook in je leven gebeurt, wat er speelt. Dat we weten mogen dat, dat u altijd bij ons bent. Dat u ons nooit loslaat en ons altijd zal beschermen in uw machtige hand. Want we mogen weten dat u van ons houdt en dat uw ogen altijd op ons zullen gericht zijn. In voorspoed en in tegenspoed. Zo zijn we allemaal verschillende mensen die hier vanavond bij elkaar gekomen zijn. Mensen met allerlei verschillende gedachten en verwachtingen. En Heere God, we vragen u dat er voor ieder van ons maar wat mag bijzitten vanavond. Misschien wel een lied of een woord of een gebed. Als we straks aan het eind van deze avond kunnen zeggen, het was goed om vanavond naar Urk te zijn geweest, naar de kerk. Dat je straks weer als een andere mens naar huis mag gaan. Anders zoals je net de kerk bent binnengekomen. Heere God, wees maar bij ons vanavond als we gaan zingen als een grote schare. Dat we gaan zingen over een boodschap. Die boodschap over die schare die niemand tellen kan. Veilig bij u, want dan is het goed. Heere God, zo vragen we om een gezegende avond. Zegen het goede en vergeef het verkeerde. Dat vragen we eerbiedig en om Jezus wil alleen. Amen. Thank you.
Wat is het heerlijk om zo samen te zingen, te luisteren naar de mannen die ons daarin meenemen. En Jan vroeg het al, of je dan, alsof dat iets waard is, dat waardeoordeel, daar een oordeel aan wil geven. Maar ik was toch blij, al ben ik ook dirigent inderdaad van de mannenzang, ik was toch blij om wat sopranen erbij te horen en wat alten en wat damesstemmen. U niet? Dat is mooi, hè? Dat is dan toch een extra toevoeging, een soort slagroom op de taart. Ja, en dat past wel bij Jan, want die heeft de bakkerij. Dus vandaar, Jan, ik weet niet waar je zit, maar dan heb je me in ieder geval helder. Geweldig. En waar ik dan benieuwd naar ben, is of, zoals dat mannenkoor zacht kon zingen, of u dat dan ook kan. Ik kom hier een beetje voor mijn rust. Of als ze in de kerkje aan de zee, misschien ook eens een experiment, als ze in het kerkje aan de zee zingen, als, uit volle borst, of wij dat dan hier horen. Maar ja, dat kunnen we niet heel goed testen vanavond. Doen we een andere keer. Wij zijn hier om samen te zingen in de zomer. Te zingen van de eeuwige God. En het bijzondere is dat God aan u, aan jou en mij zijn woord gegeven heeft. De Bijbel. En we lezen daaruit, samen. Openbaring 7. Hierna, dus dat betekent er is ook een hiervoor, maar dat mag u thuis lezen in 6. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee, of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen, van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen, aan wie gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En zei, breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee, en niet aan de bomen, totdat wij dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand en zij riepen met luide stem. De zaligheid is van onze God, die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden, amen. De lofprijs, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht, de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze. Die bekleed zijn met witte gewaden. Wie zijn ze? Waar zijn ze vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. Zij hebben hun gewaden gewassen. En zij hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God. En dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben. En geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover het woord van onze God.
zij zijn er even bezig. Dat ik even van de belediging gebruik maken. Er staat koor en samenzang. Maar ik vind het goed als wij als koor eerst beginnen. En dan draai ik hem dan een keer op. En dan ziet u wel, dat kunt u op een gegeven moment wel menen. Ik weet dat ik niet ken. Ik zit in de melodie. Ik zing het wel mooi.
Terwijl de mannen gaan zitten, heb ik voor u een kleine mededeling, een wijziging in het programma. En ik hoop dat u allemaal, zowel hier als in het kerkje aan de zee, de aandacht erbij hebt. Want het lied als amen op de meditatie is God en God alleen. Alleen, daar zijn de eerste twee coupletten van solo. En dan waren er dus solo, solo. En dan allen. Dus God en God alleen, zijn glorie straalt door heel de schepping heen. Laat al wat zingen kan de glorie zingen van God en God alleen. Dat is allen. En daarna het derde couplet. God en God alleen heeft ons een eeuwig toevluchtsoord verleend. Dat zingt, is weer solozang. En dan nog een keer het refrein. En misschien wel twee keer, maar dat hangt van de begeleiders af. Dus elke keer God en God alleen, zijn glorie straalt door heel de schepping heen. Dat is het refrein wat we allemaal zingen. En anders volgt u de massa maar als u geen idee hebt straks meer wat u wel of niet moest zingen. Zingen in de zomer, de slotavond. We zijn bijna uitgeteld. Uitgeteld, dat ben je natuurlijk als er een bevalling aanstaande is. Uitgerekend heet dat. Maar ik vind het uitgeteld. Als ik dan zo de vrouwen zie die op de laatst lopen. Ik heb nu een schoonzusje waar dat geval is. Denk ik, nou, je bent behoorlijk uitgeteld. Nou, uitgeteld, daar gaat het ook over vandaag. Ik heb een aantal jongens en meisjes gezien. Vandaag tellen we, maar zijn we bijna uitgeteld. Er is geen tellen meer aan. Zoveel. Als we in de Bijbel kijken, dan zien we dat ook. Maar eerst moet ik nog iets anders zeggen. Want we staan stil bij een stukje uit de Bijbel die we heel serieus moeten nemen. Soms leven wij hier alsof we de aarde voor een betere wereld klaar moeten maken. En we hebben de opdracht om voor de aarde te zorgen. Met ons allerbest, u, jij en ik, allemaal. En niet de boel te vernietigen van tevoren. Maar even één ding, er is geen redden meer aan, hoor. Aan die hele aarde niet. Die gaat binnenkort helemaal naar de Filistijnen. En ik weet niet of je het gezien hebt, maar in het nieuws zag je dat er een enorme orkaan op Florida afkwam. Heeft het gezien? En die enorme orkaan was in het nieuws, is op het ene op het andere moment stil gaan staan. Hij heeft niks gedaan. Helemaal stil, geen golven, geen bomen die heen en weer gingen, helemaal stil. Want er was een engel naar de andere engelen toegekomen en die zei, hey orkaan, jullie mogen niet die orkaan geven waardoor de golven komen en de zee in beroering komt en vissers op zee in levensgevaar zijn. En jullie mogen ook niet de bomen in beroering brengen, zodat ze op huizen vallen en mensen in nood komen. Want er moet eerst iets anders gebeuren. Nou, nu was dat niet zo met die orkaan in Florida, hoor. Maar het was wel zo dat vanmiddag om 3 uur in het nieuws kwam dat een extreem gevaarlijke orkaan enorm afzwakte in kracht. Van categorie 4 naar categorie 2. Bijzonder, dacht ik. Want daar gaat het over in Openbaring 7. Er moest eerst wat gebeuren. Er moet eerst wat gebeuren in de hemel. En dat is namelijk, er moeten mensen verzegeld worden met het zegel van de Vader van het Lam. De Vader van het Lam, dat is God, de Eeuwige. Hoeveel mensen moeten er verzegeld worden? Nou, dat staat er, dat hebben we gelezen. 144.000. En misschien heb je ze wel eens een keer aan de deur gehad. De Jehova's getuigen. Ze willen getuigen van Jehovah en allerlei goede dingen doen. Want misschien horen ze dan wel. Ja, het is ook alweer besloten. En je hebt maar een klein kansje natuurlijk ook. Tot die 144.000. Maar ik kan je vanavond vertellen, er zit geen Jehovah getuige bij. Bij alle 144.000 niet. En bij die 144.000, ik wil je uit een illusie helpen, zit geen Urker bij. Geen Urker. En zelfs niemand uit Genemuiden. Niemand.
U ook niet. Allemaal niet. En u lacht erom, maar dit zijn wel theorieën die volop de rondte gaan. Dat we, mocht het te komen te zijn, nog bij die 144.000 mogen behoren. U hoort daar niet bij. Mooi, hè? Gewoon eens een keer er niet bij horen. Dat doet ons beseffen, het gaat niet om u, het gaat niet om jou, het gaat niet om mij. Het gaat om heel iets anders en daar gaat het vanavond over. Die 144.000, we hebben het gelezen, letterlijk, en het stond er, zijn vanuit alle stammen van de Israëlieten. En dan staat er een gat in onze schriftlezing. En er staat eigenlijk nog een hoop tussen. Namelijk, er komen de 12.000 uit de stam van Juda. 12.000 uit de stam van Ruben. En zo worden allerlei stammen genoemd van Israël. 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam. Ik snap niet hoe wij erin kunnen lezen dat het dan gaat om Genemuiders en Urkers en Nederlanders. En misschien wel Bert Notenboom, daar gaat het helemaal niet om. Die 144.000 met het zegel van de vader van het lam gaat over Gods volk, het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Israël. Maar, en dat is goed voor de jongeren om ook te weten, twee stammen worden niet genoemd. Gad en Efraïm. Gad en Efraïm ontbreken. Waarom? Zij lieten zich in met afgoderij. Op een verschrikkelijke manier, keer op keer weer. Zij kozen niet voor God en God alleen, maar voor de afgoden. Het is indrukwekkend als we daarbij stilstaan. En toch gaat het hier niet om de hemel der hemelen waar tot in eeuwigheid mensen zijn en ook niet over de nieuwe aarde. Want later lezen we, ook in de profeten, dat God zich weer over Efraïm zal ontfermen. Hij zal ze er weer bij halen. Zo is God. Genadiger dan gedacht. Wat een wonder van zijn grootheid. En dan zien we iets bijzonders. En dat zien we later in Openbaring, dat die 144.000 een lied gaan zingen. Die gaan een lied zingen wat niemand heeft kunnen leren, alleen zij. Het is hun geleerd en ze zingen het voor God, 144.000. Dit is al indrukwekkend met zoveel mannen. Laat staan 144.000. En troostje, er zitten ook vrouwen bij hoor. 144.000. Voor de troon. Zij zingen voor de troon en voor de vier dieren en voor de Sanhedrin van 24 ouderlingen. Allemaal getallen. En ze zongen een lied van aanbidding. En dan, daarna, staat er, daarna, dan ziet hij een schare Johannes die niemand tellen kan. Uit alle volken, uit alle naties, uit alle talen, overal vandaan. Zelfs uit Urk, zelfs uit Genemuiden, zelfs uit Finsterwolde of all places, het einde van de aarde. Ook daar vandaan. Overal vandaan. Daar kwamen mensen, een menigte die niemand tellen kan. Wie zijn dat dan? Hoor ik daarbij? Denken we ook gelijk weer, hè? Gaat al zo snel om ikke. Is mijn ticket to heaven, heb ik die maar? Weet u, daar gaat het helemaal niet om. In heel uw leven niet. Als het daar nog om gaat, hebben we grote lessen te leren. U, jij en ik. Dus het gaat om ik. En wat gebeurt er namelijk met die 104? Zijn dat? Dat zijn mensen die geleden hebben. Geleden voor het evangelie. Geleden voor de naam. De naam van God. Het zijn mensen die uit de grote verdrukking komen en hun kleren gewassen hebben in het bloed van het lam. Hun kleren wit gewassen hebben. Op een legale manier. Wit gewassen. Wit gewassen in het bloed van het lam. Zij die niet voor hunzelf
leefden maar zij die het nodig hadden om het van het lam te hebben wat geslacht is voor hun behoud. En dat hout kleurde rood van het bloed en deed hun leven. Dat doet ons wel vragen, hoe leven jij, wij, samen? Heb jij je kleren al gewassen in het bloed van het lam? Hoe heb jij de Heere Jezus nodig gekregen in je leven? Of leef je nog voor het vaderland weg, voor de afgoden, zoals die twee stammen die ik noemde? Die scharen die niemand tellen kan, zijn mensen die leefden voor de naam van God. En dat zien we daarna ook. Als we dan meegaan in het visioen van Johannes, dan zien we iets gebeuren in de hemel. Want die 144.000 en alle engelen die er rondomheen staan en de scharen die niemand tellen kan, het duizeltje van getallen, en je bent uitgeteld als je er alleen al aan denkt, die zeggen allemaal, want aan u is de kracht. Aan u is de heerlijkheid, aan u is alle glorie, aan u is alle macht, aan u is alles, u en u alleen. Wauw, wat is dat bijzonder. Dat is bevrijdend, als het niet meer gaat om jezelf, dan zit je met ikke onder je arm, maar het gaat om de ik ben die ik ben, u alleen. En weet je jongens en meisjes, u is het kortste Nederlandse woord waar alles om draait, u. Er is geen korter denkbaar woord. In Nederland. En voor deze mensen, die 144.000, en die scharen die niemand tellen kan, en de engelen in de hemel, is er geen ander woord waar het om draait dan u. God en God alleen. Het is als het ware dat je mee kunt kijken naar boven. En dat je iets ziet ontstaan waar het in de hemel om draait. Zoiets bijzonders. Kijk eens mee. Het kortste Nederlands woord waar alles om draait, is God en God alleen. In de veelheid van de onderdanen die niet te tellen kan, daarin wordt zijn naam verheerlijkt. Bijzonder toch? We begonnen de zingen in de zomer bij het getal 1. En we eindigen niet bij de scharen die niemand tellen kan, maar bij het perspectief waar het om draait. Die ene, u, Heere God, en u alleen. Wat geen oog gezien heeft. Wat geen oor gehoord heeft. Wat in het mensenhart niet op kan klimmen. Dat heeft God bereid, klaargemaakt voor wie hem liefhebben. Die hun kleren gewassen hebben in het bloed van het lam. Mag ik je één vraag stellen? Waar draait jouw leven om? En jouw leven? Loop je nog de hele tijd? Ik heb ook te vechten met mijn ikke. Mijn ik zit continu in de weg. Maar het meest bevrijdende is als ik mijn leven overgeef. Heer, het gaat niet om mij, maar het gaat om u alleen. En wat zou dat een bevrijding zijn van jezelf. Een bevrijding zijn van al je afgoden waarvan jezelf de ikke de grootste is. Door te zeggen, het gaat om hem. Jezus alleen. En laten we als amen hierop samen eenparig, eenstemmig met Jaap zometeen meezingen. God en God alleen.
Mag u voorgaan in dankgebed. Trouwe Vader in de hemel. Zo zijn we bijna weer aan het einde gekomen van dit seizoen van zingen in de zomer. Wat hebben we genoten deze zomer. We danken u voor alles wat u gaf. In de ontmoeting met de mensen. De contacten die er ontstonden. In de muziek die we mochten maken, in de liederen en in de woorden die mochten klinken. Heer God, daarom vragen we u of het lied niet stopt, maar verder mag doorklinken in ons hart. Wat zijn we dankbaar dat we deze weken weer samen konden zingen. En zo dat we zo onze geestelijke accu of onze geestelijke batterij weer konden opladen en vullen. En dat we weer opgewekt de komende periode in kunnen gaan. Heer, u alleen weet hoe die periode eruit komt te zien. Want wat er ook komen gaat, we mogen altijd weten dat we, wat er ook gebeurt, dat we altijd bij u mogen komen. Want dat heeft u zelf gezegd. Vader in de hemel, zo gaan we weer naar onze huizen. Breng ons maar veilig thuis dat we verwacht worden. Geef ons voor straks maar een goede nachtrust. En dat we morgen weer opgewekt de nieuwe dag mogen aanvangen. Met in ons hoofd het lied wat deze avond zo fijn mag klinken. Wees maar onze gids op onze verdere reis. Behoed en bewaar ons. En breng ons mee weer samen als we weer gaan zingen. Dit alles vragen we heel eerbiedig en om Jezus wel alleen.
Ja, ik vroeg net aan Emily, wat moet je nou zo'n avond zeggen? Ze zegt alleen maar halleluja, amen. Daar is eigenlijk de hele avond mee samengevat. Maar Bert zei, welke kerk zou nou gewonnen hebben met de samenzang? Nou, ik denk toch dat ik u teleur moet stellen. Want ik kreeg een filmpje vanuit het kerkje aan de zee. Mannen, hartstikke bedankt voor jullie komst. En Danny, we moeten maar geen 7 jaar meer wachten, hè? Emmanuel ook, hartstikke bedankt voor deze verrassing vanavond. Zo komt er weer bijna een einde aan het zangseizoen van het zingen in de zomer. Wat hebben we wat afgeteld deze zomer? Niet onze vingers blauw, maar onze kelen rauw. Zingen van de genade van God, die rekening met ons mensen heeft gehouden. Dat we bij hem mogen meetellen als we hem in Jezus onze vader willen noemen. Een hele zomer lang meetellen met God, samen zingen. Wel 1000 coupletten samenzang, als we toch aan tellen zitten. Op 50.000 bladzijden programma en zangboekjes. Ruim 500 koorleden en solisten. 250 vrijwilligers, muzici en dominees. En als we toch over getallen hebben, Le Bras zei vanmiddag 20.000 YouTube-abonnees op het kanaal van Zingen in de Zomer. 125.000 keer zijn de opnames van de eerdere avonden al bekeken via YouTube. 20.000 actieve reacties op onze Facebook-pagina's. Het bereik op Facebook van 500.000 accounts. En we moeten het nog optellen, maar misschien wel meer dan 20.000 samenzangers hier in de Bethelkerk en in het kerkje aan de zee. Om stil van te worden. Om dankbaar om te zijn, opdat we op deze wijze ons geloof kan worden gedeeld en thuis kan meegezongen. Wat staat hier dan een blij en dankbaar man, dat u deze zomer weer zo massaal met z'n allen kwam om te zingen. Want ja, zingen zonder zangers, dat kan niet. Daarom zou ik nog graag 1 magistraal applaus voor alle medewerkers van het Zingen in de Zomer van dit jaar, maar ook voor uzelf. We zijn nog niet uitgeteld, want we tellen door en God telt door. Hij telt af tot het moment dat we alles in allen mogen zijn. Van een ontelbare schare tot 1 met hem. Dan zijn we weer terug bij 1. Dit was de laatste zin in de zomer van 2023. Het zou ook een allerlaatste kunnen zijn. Uiteraard zetten we de voorbereidingen voor om de 49e editie van volgend jaar. En ik hoop echt dat we elkaar allemaal weer mogen ontmoeten. Het zij hier, of het zij voor de troon. Want het was zingen in de zomer 2023, was dat voor ons een repetitie voor het grote koor. Bij God telt iedereen mee. Ga dus naar huis met Gods zegen. En ik zeg dat u tot volgend jaar, of tot ziens. Misschien hier in de Bethelkerk, of in het nieuw Jeruzalem. Maar kroont hem met gouden kroon. Ik vergeet nog wat. Dat moest ik even. Nee, ik moest van Harm Hoeven u allemaal uitnodigen voor zaterdag 2 september. Hij zegt, moet ik iedereen uitnodigen? Hij zei, ja, nodig iedereen maar uit. 2 september in de bovenkerk, toch Harm? Zaterdag 2 september in de bovenkerk, 8 september in Lunteren en 9 september in Ajoost. En dan zijn die Arjen en Ene er ook bij. Als je nog niet genoeg van het koor gehoord hebt, achterliggen nog cd's. Ik zou zeggen, ik hoop dat jullie genoeg bij jullie hebben, want ik denk dat het wel gretig afneemt. Ik zou zeggen, allemaal wel thuis en tot volgend jaar. Oh.
Wat een heerlijkheid om zo samen te zingen van de toekomst die voor ligt. Eén ding heb ik u verkeerd verteld. En dat knaagt de hele tijd in mijn hoofd. Je zegt iets verkeerd, Bert, maar je weet niet, dan weet je niet wat. Dan zit je daar en dan weet je het opeens. En dat is, het was niet gat, maar dam. Nou, dat scheelt nogal een heel stuk, hè? Dus ik noemde Gad en Efraïm als de stammen die niet genoemd werden bij die 12.000. Maar het is Dan en Efraïm. Dus excuus dat ik daar u verkeerd mee weg zou sturen. Nu is mij gevraagd om u niet verkeerd weg te sturen, maar goed weg te sturen. En als dienaar van de Allerhoogste God mag ik u zeggen, hij stuurt u niet met een kluitje in het riet. Hij, de Almachtige, zegt niet, oké, ga en deel ervan, succes ermee. Maar hij, die als enige voor allen is gestorven. En de menigte die niemand tellen kan, leeft voor hem alleen. Hij zegt, niet succes ermee, maar ik ga mee. En dat belooft hij in de zegen die ik u in zijn naam op u mag leggen. Ontvang de zegen met een biddend hart en zing daarna mee het slotlied. God zij met u, tot we elkaar weer zien. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn shalom. Amen.